Agnes is on its way to Paul Gijsens in Knokke, Belgium. Paul Gijsens is a project developer with big success in Poland. He also owns a professional football club. In Knokke, he's built his own stables, using his experience as a project developer. He breeds Arabian horses and owns several prize-winning stallions and mares. Next to the stables, there's also a property that Paul and his wife own. Paul hasn't invited Ignis to talk about selling his property or one of his horses, but wants to show him why he has this passion for his horses. Paul is geweldig succesvol, komt van een boerenfamilie en heeft toch wel met zijn passie van paarden heeft hij toch wel zijn stoeterij op de wereldkaart gezet tussen Arabieren. Paul built the stables in 2004 and started his breeding program. Paul, geen hand geven, hè? Hallo, hallo. Hoe is het? Goed met u? Prima, ja. Dank je. Paul, dit is eigenlijk dit is uw hobby, hè? Ja. Dus je bent eindelijk, oh, dat mag ik zeggen, van thuis uit, ouders waren boeren. Ja, maar wij hadden veel paarden thuis, hè. Oké. Ja. Ja, daarom, die interesse in feite komt van daaruit, hè. Ik heb ook altijd paard gereden, he, van jongs af. Hallo. Ja, heel veel. He. En op een gegeven moment, dit heb je dan, het is een knokken, en dit heb je dan, dat was niet met paarden. Wat was dat vroeger, heer Paul? Dat was een oud hoeventje. Oh. We hadden eigenlijk niks speciaal. Ja, we hebben dat mooi omgebouwd. Dus maar jij hebt het eindelijk, uw expertise, je hebt alles eindelijk heel uitgetekend hoe het moest zijn. Heb jij gedaan? Ja. Ieder detail. Ieder detail? Ja. Ignis was invited to a horse auction in Muldecham, where horses are sold to breeders and enthusiasts. At this auction, there's not just horses to see. It's a see and be seen event, mixed with luxury and entertainment. Ik ben naar de veiling geweest en daar heb ik Paul ontmoet. En we hebben daar gezeten, we hebben die paar, die auction gezien, die veiling gezien. Ik zei, ja, Ignis, moet eens komen van mij kijken en knokken. En daar ben ik gaan kijken en nu begrijp ik ook allemaal heel die paardenwereld. En dit gaat ook voor mij makkelijker zijn als ik ooit iets ga moeten verkopen. Als ik een onderhoud goed verkopen in die industrie. 60.000. At 60.000 now. And you're on 70 to 70.000. Gerard also looks for 70.000. Fernando 80,000. At 80,000 for you. And 100,000 euro for Ajadia. Waarom Arabieren, Paul? Hoe komt dat? Van jonge leeftijd hadden we goede springpaarden bij ons thuis. Mm. Rijpaarden. Okay. En we hebben een goede paarden eigenlijk. Daarvoor, vanuit de landbouw, hadden we zeer goede landbouwpaarden. Mm. We hebben 6 Belgisch kampioen geweest en al. Dus die interesse was er van familie uit. Maar dan kom je in de springpaarden, begin een beroep. En na 14 dagen, ik brak mijn duim. Okay. Ik heb nog... En al paardrijden. En dan heb ik gezegd, ja, wat ga ik nu doen? Ik ga dat stoppen. Het is de een of de ander. Ik heb dan die paarden blijven houden, maar ik heb geen jumpings mee gedaan. Goed, dan heb je paarden. Als je het grote verschil tussen rijpaarden en Arabische paarden. Een Arabisch paard wordt geboren en je ziet bijna onmiddellijk of dat een mooi paard is. Of dat een goed paard is. Je kunt dat zien op een paar dagen. Valt bij die de boogte al? Ja, 2 dagen tijd, dan zei je, yes, this is it. Een springpaard, ga je het ook weten, maar gaat dat weten. Je gaat daar een goed product hebben, maar je gaat daar 4 jaar over doen. Tegen dat je weet, dat is een goeie. En dan 7 jaar presteert hij ten vroegste. Dan heb je duizenden uren geïnvesteerd in rijden. In opleiding. En dat kost een fortuin. En het Arabisch paard is ook een ander paard. Hoeft weinig verzorging. Is heel handelbaar. Heeft een super karakter. Is heel mooi ook. Jij bent heel eigenlijk. Je mag zeggen dat je succesvol bent in onderhoud goed, hè? Dat mag gezegd worden. Ja, dat moet, hè. Maar ik had dat beetje gevolgd. Maar op het gebied van Arabieren zei je ook. Heb je ook wat neergezet, hè? Dat ja, natuurlijk. Wereldkampioen. Ja. We hebben veel wereldkampioenen gecreëerd. Hè. Ja. Ja, we hebben een verschillende, denk ik, een stuk of 5 die wereldkampioen geworden. Dus Paul Gijsens doet het niet voor het geld, maar
Het is passie. Je houdt van paarden, hè? Ja, mijn grootste passie is mijn job, hè. Ik hou zo van een project creëren. Dat is mijn grootste hobby. Okay. Maar paarden, ja, dat laat me niet los. Dat van thuis uit, hè? Dat mee maar en ook, ik kan me daarin enorm ontspannen. Ga ik hier een kwartier gaan in wandelen, ja. Kan ieder paard, kan ieder bloedlijn. Maar waarom kan je? Omdat je erin geïnteresseerd bent. En maar voelt je ook die vriend met dat paard? Ja, 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 ja. Dat paard is onmiddellijk. Ja, maar dat zijn ook het type paard, maar de vriendschap. Kijk, zie je dat? Hoe zacht, dat is een zacht paard, je ziet dat. Hè. Wat ik ondervind hier, ik ben toch wat zoeterij geweest. Hier is zo rust, hè? Die rust, ja. Paarden is rust, hè. Ik heb met Paul vandaag een gesprek gehad in de stallen. En ik merkte dat Paul daar heel andere Paul was. Zijn passie, ik denk toen hij jong was, kwam helemaal naar boven. Die vriendschap, die liefde voor paard, dat vertelde hij zo uit zichzelf. Ik moest geen vragen. Hij legde het ook in normale boerentaal uit. Dan ga je ook de paardenwereld ook, ga je ook meer begrijpen. Gaat je ook die waarom het doet, gaat je het meer begrijpen. Dus ik denk dat dit geeft Paul ook een bepaalde energie om naar hier te komen. Waar staan nu de wereldkampioen? Paul, die staan hier eigenlijk. Die staat in Noek, ja. Maar ja, er staan hier nogal. Er staan hier andere paarden. Bijvoorbeeld, zij is Europese kampioen geweest. Orfa. Mark Staar ook. Die is ook Europees kampioen geweest. Maar bij de paarden gaat het vooral over de bloedlijn. En als je de juiste bloedlijn hebt... Kijk, hier, dat is Essence. Die heeft 2 wereldkampioenen gegeven als hengst. Je moet die combinatie vinden. En ja, we zijn nog altijd op zoek. Ze is zo moeilijk. De combinatie vinden met de juiste hengst. Zo moeilijk. Maar plots heb je dat. Je hebt maar 1 nodig. One of those lucky combinations is QR Mark. This stallion has won multiple world championships and is also used to breed new Arabians. QR Mark is used for different breeding programs. His semen gets sold for $8,000. And is used about 800 times a year by breeders worldwide. Dit is eigenlijk een topper. Een beetje zo. Ja, maar dat is wereld. Dat is, Ros? Daar is er 1 van, hè? Dat is ook een 4-paard, hè? Ja, ja, maar is subliem. Kom. Paul, hoe ziet jij tot dat toppaard is? Hoe ziet je dat nu? Ja, maar kijk, nu zie je natuurlijk enkel het hoofd. Maar wat zijn eigenlijk de grote kernmerken? En dat heeft alles te maken met de vechten bij de Bedouin. De staart moet pijlrecht omhoog. Waarom is dat? Voor de pijlen vroeger, van de rug, de kant van de rug. Dus bescherming van de rug. Die oortjes draaien ter plaatse. Zie je die oortjes? Kijk, ja, dat draait ter plaatse. Ja. Dat gaat 360 graden eigenlijk. Dat is gewoon om alles te horen in de gevechten. De ogen. Hoe groter de kast en op de zijkant, hoe meer op de zijkant, hoe breder dan ze zien. En dat paard, een groot jumpingpaard, loopt 20 kilometer. Een Arabisch paard loopt 3 maal zo lang, 60 kilometer. Dus de longen zijn groter. En wat moet hij dan hebben? Grotere toevoer van lucht, grotere neushaal. Dat is hetgene die te maken heeft met de gevecht. Dan hebben ze korte onderbeen, omdat ze als in het zand ging. Moesten ze sterke onderbenen hebben, anders kraakt dat. En dus dat zijn de kenmerken. Dat zijn de kenmerken. Dat zijn de kenmerken. En dan moeten ze een brede achterhand hebben. En dat heeft hij. Al is hij zo gesculpteerd. Hij is uniek daarin. Hij heeft een brede achterhand. En dat was dan altijd om te kunnen vooruitstuwen door dat zand. Die rust die dat uitstraalt, dat is hij. Ik kom hier, weet je wanneer dat ik hier soms kom? Ja. Tijdens voetbal. Mijn vrouw is een enorm supporter en ik moet die stress niet hebben. En ik kom dan hier tussen mijn paard. Paul heeft een eigen voetbalclub waar hij streeft naar de perfectie. En hij probeert dat overal. En dat heeft hij nu ook met paarden. Streeft hij naar de perfectie en heeft een 200-tal prachtige paarden. Waar hij fier op maakt en waar ik ook fier op zijn, dat ik het vandaag nog meemaak, hoe een Arabier fier is. Het is een heel unieke ervaring.